Levi zijn halfbroertjes van elkaar. Ze hebben dezelfde vader en andere moeder, maar ze lijken dus heel sterk op elkaar. Dus dan beschermt die vacht toch tegen knap de zon hoor, hoe je ze dat allemaal geleerd krijgt. Hopelijk hoor ik straks ook het geheim van de smid, want ik loop een dagje mee op Neeltje Jans met Madelon, de dierenverzorgster. Ja, dat gaat heel vlot en zelf redden behoort tot de opties. Dus moest u achtervolgd worden door een zeeleeuw, dan helpt het niet om te gaan rennen. Willen ze nou altijd meewerken of zijn ze ook wel chagrijnig bijvoorbeeld? Nou, het zijn natuurlijk echt dieren en echt meewerken dat willen ze niet altijd. Vooral het luisteren is af en toe nog een dingetje. Hoeveel tijd kost het om de dieren te trainen? Ja, dat ligt er heel erg aan wat je wil gaan trainen. Je hebt natuurlijk een gedrag, zoals rondjes draaien. Dat gaat een heel stuk makkelijker. De dieren kennen dat al. We hoeven enkel maar te combineren met een commando. Nieuwe dingen leren, daar gaan er soms wel maanden overheen. Ja, we koppelen een manier van handgebaren en praten koppelen we aan een gedrag. En op die manier weten de dieren precies wat wij bedoelen. Ja, maar dat staat ook wel tegenover natuurlijk. Ja, zeker. Er komt altijd wel of een leuke aai over je bol of een visje achteraan. Dus dat vinden ze altijd wel leuk. Oh, lekker klusje hoor. Ja. Is dit nou het vervelendste aan jouw werk? Het is een beetje het smerigere stukje van het werk. Maar ja, het hoort er ook gewoon bij. Zo goed? Ja hoor, is prima. Zal ik ze bij jou erin doen? Of mag je je eigen emmer stoppen? Want iedereen heeft zijn eigen hoeveelheid vis. En dan weten we precies hoeveel iedereen krijgt. Dit doen we elke ochtend. We kijken hem even helemaal na. Even zien of hij helemaal goed in orde is. Ja, je kan ook goed zien dat ze echt helemaal onder het haar zitten. Mag ik eens voelen? Ja, ik ga eens even vragen aan mijn collega. Kunnen we even voelen? Ga eerst je belonen? Mm-hmm. Ja, doe maar lekker veel vis. Dan weet ik zeker dat hij geen honger meer heeft. Kijk eens. Nou. Ja, met je maar. Ja, echt? Dan kunnen we hem gewoon rustig uit. Oh, dit is wel echt bijzonder hoor. Hier zie je echt die nageltjes. Met die nageltjes verzorgen ze heel vacht. Oh ja? Ja, en dan zorgen ze dat er geen viezigheid meer in zit. Als ze jeuk hebben, kunnen ze ook krabben. Zo, maar zo'n joekel van een beest. Zulke oortjes, ja. Zulke nageltjes. Oh, oké. Nee, is goed. Oh, het is klaar, hè? Heeft hij echt genoeg eten op? Ja, hij is hartstikke lief. Alleen maar een beetje. Dat is het. Wil je de foto? Nee, dit was echt heel leuk. Ja? Ja. We hebben genoeg. Nee. Ja, ook de haaien moeten gevoerd. Ja, precies. Zal ik ook een los visje gooien? Ja. Oké. Kijken of ze zo een beetje wakker geschud worden. Ja, komt-ie. Hoeveel dieren hebben jullie nou hier op het park? Oeh, dat zijn er heel veel. We hebben 4 zeeleeuwen, 3 zeehonden en echt ontzettend veel vis. Dat zou ik zo niet kunnen tellen. Heb je ook een lievelingetje? Ja, Jack de zeeleeuw vind ik toch wel echt een geweldig beest. Ja. En waarom heb je met hem dan zo'n goede klik of een speciale band misschien wel? Het is gewoon altijd een vrolijke zeeleeuw. Dus die is altijd gewoon lekker bezig. En ja, daarmee maakt hij zichzelf ook heel leuk naar mij toe. Ja. Maar is dit dan ook echt je droombaan om zo nauw met die dieren samen te kunnen werken? Ja, zeker wel. Het voelt toch wel een beetje als een jackpot. Ja, leg eens uit. Wat is dat gevoel dan? Ja, dat je eigenlijk één bent met een dier. Als jij wat vraagt, dat het dier het met plezier voor je doet. Dat zijn een van de mooiste dingen die je kan hebben. Ja. Wandelen is natuurlijk super gezond en zeker in deze tijd van corona zijn steeds meer mensen lekker naar buiten gegaan om te wandelen. Katja, jij wandelt elke week in Borselen, maar vertel, dat is georganiseerd toch? Hoe werkt dat precies? Nou, het is georganiseerd, maar wel geheel vrijblijvend. Wij starten iedere dinsdag gewoon om 7 uur, klokslag 7 uur verzamelen we. En dan vertrekken we. En heb je zin om mee te wandelen, dan mag dat. Voor wie is dit bedoeld? Dit is bedoeld voor iedereen die lekker een rondje wil gaan wandelen. Het niet ziet zitten om dat alleen te doen. En dan kun je lekker met ons in een groepje meewandelen. Op zijn er 5 mensen, soms 15.
Dus ja, het is een hele verschillende samenstelling van de groep. Nou, we zijn aangekomen bovenop de dijk. Ik laat even het rondje zien waarom dit een mooie stuk is om te wandelen. En als we even kijken naar de grootte van het rondje. Nou, we lopen eigenlijk gemiddeld een uur, dus zo'n 5 kilometer. En als we met een groepje fanatiekere lopers zijn, dan willen we ook best nog wel een groter rondje lopen. 6 kilometer, 6,5. Maar we hebben wel gemerkt dat als het tempoverschil te groot is, dan maken we 2 groepjes. Dus voor ieder wat wils. Ja, voor ieder wat wils. En hoe fijn is het juist om in deze tijd van corona, om dan lekker erop uit te gaan? Ja, het is fijn, want mensen zitten vooral heel veel binnen. Zeker ouderen hebben heel veel binnen gezeten. Dus het is gewoon fijn dat je even in de frisse lucht kunt en even weer met andere mensen kunt praten. Ja. Want dat is maar wat je thuis doet. En dan wordt dat gauw saai. Dus zo kun je toch even samen zijn en lekker bewegen. En daarna kun je voldaan op de bank. Heb jij een vet idee om er een leuke zomer van te maken? Stuur je filmpje of een mail naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl. Hier een buitenlander uit Zoetermeer, in het verre Zeeland. En ik zou altijd zeggen, alles wat je in Zeeland houdt en voor ver is lekker. Absoluut. Lekker naar het strand, fietsen huren, paardrijden, bloemen plukken, gewoon gezellig in een leuk tentje koffie drinken. Nou, het is heerlijk en je komt helemaal bij, dus geniet ervan. Wij zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen. Met het goede weer nu lekker bij het strand. Wat vinden we? Ja, krabjes en schelpjes. De schelpjes zijn heel mooi. Ja, en we vonden Zeeuws-Vlaanderen ook heel leuk. Mooie kleine plaatjes. Echt alles kort bij. Was super goed bevallen. Doei doei! Doei.